maar helemaal geen beleving. Niks vanuit het hart voetballen. En, nee, dat heb ik dit jaar gewoon een beetje gemist. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat toch, hoe kan dat? Ik denk dat je toch de schuld bij de trainer moet zoeken. Die toch op een gegeven moment de spelers in het veld stuurt. En dan, ja, dan denk ik gewoon dat je als trainer moet zijn en dat je toch eens een keer voor de spiegel moet gaan staan. En kijken van, ben ik wel de juiste persoon voor dit PSV? Als jij in die spiegel kijkt en je ziet Fred Rutte, wat denk je dan? Moet hij weg? Als ik in zijn schoenen stond, dan zou ik als conclusie trekken dat nou, ik heb 2 jaar hier geprobeerd. Het is me niet gelukt, dus nou, ik hou de schuld bij mezelf. En dan één weg dus om op een nette manier uit elkaar te gaan. Denk je dat dat ook gaat gebeuren? Iedereen is benieuwd natuurlijk. Het lot van Fred Rutte, wat gaat er met hem gebeuren? Wat denk jij? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat Fred toch ook wel realistisch zal zijn en te zeggen van luister, ja, ik heb 2 jaar hier, goed, ik heb nog wel een contract voor 1 jaar, maar ik heb 2 jaar hier geprobeerd en het is me niet gelukt. Hij krijgt ze niet op de rails, de spelers die hij heeft. Hij heeft de spelers mogen halen die wou hebben, dus het is gewoon niet gelukt en ja, dan zal er een ander iemand voor de groep moeten komen. Ik zou Erwin Koeman een geschikte jongen vinden die echt voor de groep, die kan in de groep staan, maar ook voor de groep staan. En ik denk dat hij die wel de kans moet krijgen.